Dag, mijn lieve solstertjes. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve steer. Voor de maand april 2023. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker op mijn sterrenbeeld dat in je maan jouw Venus of dan je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. En we gaan eens even zien voor mijn lieve steer. Ik heb in het hier en nu. We hebben een ei. We zitten erop te broeden. Een nieuw begin. Maar om dat nieuw begin open te laten springen, te laten komen, te starten, moeten we niet te veel naar het verleden kijken. Want daar creëren we onze angsten. En vroeger is dat zo gebeurd. Dus dan projecteer je dat naar de toekomst. Ook niet te ver naar de toekomst heen kijken. Van, wat gaat het allemaal worden? Hoe wil ik het precies hebben? Nee. Je hebt het idee. En blijf er maar lekker op broeden, want op dit moment gaan de deuren open in het hier en nu. Niet te veel naar het verleden, niet te veel naar de toekomst. In het hier en nu, want in het hier en nu heb ik een steuntje in de rug. Ik heb hier iemand die je een hulpstukje geeft, een ondersteuning geeft. Je staat er niet alleen voor. Oké. In cirkels ronddraaien. Het kan zijn dat je heel veel nadenkt, piekert over een bepaald iets of een bepaalde... Het gevoel heb continu op dezelfde rotonde te staan. Dezelfde vraagstukken tegen te komen. Dezelfde terugkerende gedachtegangen of patronen. Weet dat het iedere keer wel kom je een stukje dichter bij de kern van het probleem. Het vraagstuk terugkerende gedachten. Voor mij is het een beetje vergelijkbaar met het Rad van Fortuin. Dit is een karmische cyclus die we aan het afronden zijn. Komt iedere keer dichter bij de kern. Je bent zo precies een beetje van als een ui. Iedere laag aan het plukken. Om zo dichterbij tot de ware jij, de kern, te komen. Dus we zijn hier een cyclus, karmische cyclus aan het beëindigen. Oké. Waarna het tij gaat keren. En ik heb ademhalen. Ik deed dat net al zo. Ik had deze nog niet echt gezien. Dus ook wel tijd om te ademhalen. Te mediteren. In het hier en nu te zijn. Deze komt vaak als het een beetje als er woelige tijden zijn. Als er een beetje onrust is, moeten we af en toe even teruggronden. Even pas op de plaats doen. Tot rust komen. Oké. Ik pak het. We gaan even verder zien. Dus blijven ademhalen. In het hier en nu zijn. In het hier en nu heb ik namelijk deuren die opengaan en eventuele steuntje in de rug. En een karmische cyclus die hier ten einde komt. Voor mijn lieve stier voor april 2023. Professioneel. Dat is de belangrijkste boodschap. Professioneel. Ja, voilà. Opties, dromen, keuzes, mogelijkheden hebben, maar niet kunnen kiezen. Hier heb ik... Ja, je hoofd zit vol met ideeën. Maar daarin een beetje keuzestress. Oké. Financieel. Dan mag ik weten financieel. De acht van zwaarden. Oké, we komen hier wel uit het hoofd. Oeh, nice. Top. Uit het gevoel vast te zitten. Uit het gevoel van, ik kan geen kant op. Ik zit vast. Ik zie het niet. Ik voel het niet. Hier heb ik de bevrijding. De verlossing. Tijd voor actie. En actie heb ik. De dwaas. Een sprong in het onbekende. Een heel nieuw begin. Van nul af aan beginnen. De drie van staven. De leiding nemen. Staat hier. Dit is plannen maken. Concrete plannen naar de toekomst. Nieuwe dingen aantrekken, manifesteren, maar ook echt wel de stappen zetten richting deze sprong. Oké. En de vijf van staven. Dit is inderdaad wel, of is dat een conflict tussen mensen? Waar we ons hiervan bevrijden. Dit kan ook een intern conflict zijn. Een terugkerend vraagstuk waar we, voor mijn gevoel, ons hier wel van verlossen. Losbreken. Waardoor je hele nieuwe dingen kunt aantrekken. Waardoor je je horizon verbreedt en een sprong maakt. Oké. En in de leven. Relaties in de breedste zin van het woord. Voor mijn lieve stier. Dat mag ik weten. De aas van staven. En de drie van kelken. Hier ondersteboven. De aas van staven is een nieuw begin vol passie, bezieling, aantrekkingskracht. Maar op de een of andere manier met de drie van kelken. Ik ben benieuwd als ik dit verder verklaar, want het kunnen twee verschillende situaties zijn.
De drie van Kelleken spreekt over all work, no play. Ongelukkig zijn in de liefde. De emoties niet, die vloeien niet. Dus of binnen een connectie hebben we weinig, delen we weinig leuke dingen samen. Want volledig gefocust op het werk of op andere dingen. En heb ik hier weer een hernieuwde passie binnen een connectie. Nieuwe vitaliteit, nieuwe zin om dingen te ondernemen samen. Dit kan zijn dat we ongelukkig zijn in de liefde. En op het moment dat je het niet verwacht, poef, paf, nieuwe vitaliteit en nieuw begin. Vol bezieling en passie. We zullen zien. Onderop heb ik de vier van de staven. Nieuwe stabiliteit, iets te vieren hebben. De volgende fase binnen een relatie. Next level. Geluk en stabiliteit. En die heb ik hier inderdaad. Na de drie komt de vier. Dus je bent het hier wel aan het manifesteren en aan een sprong aan het zetten. En dat heeft financiële gevolgen. Verklaar al deze dromen en deze moeilijkheid om te kiezen. Op het professionele vlak. De vier van Kelleken. De vier van Kelleken kan spreken over een bepaalde verveling. Is dit het nu? Is dit mijn leven? Is dit mijn carrière? Is dit het? En op het moment dat je het niet verwacht, krijg je een idee, krijg je een ingeving, krijg je een opportuniteit aangeboden. Het is alsof je het moeilijk vindt om te kiezen hier. Voor sommigen kan het zijn vasthouden aan iets dat niet emotioneel vervullend is, niet geen succes kent. Maar voor mijn gevoel ben je daarin wel, je hebt nog wel dromen. Met de vijf van staven heb ik inderdaad een conflict. Dat kan een concurrentiestrijd zijn tussen mensen, collega's. Een strijd. Maar we vinden hier rust. Dat we het op een andere manier aanpakken. Dan mag ik nog weten professioneel. Nou, dat gaan we niet doen. Dan heb ik nog één kaart voor het professionele aspect voor mijn lieve stier. Zeg, niet een boek delen. Nog steeds. Ik heb hier de ridder van staven. Ik heb heel veel vuur hier, veel passie. De ridder van staven kan jij zijn die gepassioneerd, ondernemend, creatief iets wilt ondernemen, wilt in de wereld volzetten en daar de juiste stappen voor zet. Je dromen najaagt. Dit kan iemand zijn die dat met jou wil doen, die jou hier iets komt aanbieden, een project en iets. Ik heb de koningin van staven. Het kan zijn dat je je daarin een beetje onzeker voelt. Koningin van Staven is normaal zelf ook super ondernemend en creatief en gepassioneerd, zelfstandig. Hier ben je ofwel heel zelfkritisch, veel eisend. Dit kan een veel eisende baas of businesspartner zijn. Ondersteboven kan dit ook wel spreken over een professionele teleurstelling. En met de vijf van Kelleken. Het kan zijn dat er een professionele teleurstelling is geweest. Een strijd met collega's waar we niet precies goed uitkomen. Waar een beetje, ja, door je een beetje verveeld naar de situatie kijkt. En ook al voelt het emotioneel niet fijn en voldoeninggevend, blijft het wel lekker vastzitten. Vasthouden. Toch heb ik hier je veranderde focus. Vanuit iets dat teleurstellend en emotioneel niet voldoeninggevend is. Kijk je nu naar, maar dat heeft eigenlijk ruimte gemaakt voor nieuwe opties, nieuwe mogelijkheden, nieuwe partnerschappen, nieuwe dromen die je in werkelijkheid kunt brengen. Dus je verandert de focus van iets dat teleurstellend en wellicht een beetje verdriet met zich meegebracht, naar er gaat een hele nieuwe wereld voor mij open. Daarin, niet te veel naar het verleden kijken, niet te veel naar de toekomst, maar in het hier en nu. Verklaar die ridder van Staven nog eventjes. Wie is dit en wat komt hij hier vertellen? De hoogpriester, stier, dus dat kan jij zijn, die inderdaad gepassioneerd, ondernemend, de stappen zet met enige een beetje onzekerheid. Er kan iemand zijn die een contract aanbiedt. Ja. Dit is een overwinning. Een overwinning van een lang, zwaar en vermoeiende cyclus waarbij je blijft doorgaan totdat je bij neervalt. Pas op voor een burn-out. Nieuwe stabiliteit. Ja, een nieuw contract. Een nieuwe officialisering van iets. Iets in de schijnwerpers komen te staan met de zes van staven. Een overwinning. En weer die ridder van staven. Dus
eerder het gevoel dat dit inderdaad ja, zal voor iedereen anders zijn. Want ik zeg, dat kan jij zijn die zelfstandig, onafhankelijk je hart volgt. Heel veel zelfstandigheid hier. En hard werkt richting een droom. Het kan zijn dat er hier toch wel iemand jou helpt wat het einde maakt aan een vermoeiende strijd. Waarbij je het gevoel hebt gehad alles alleen te moeten dragen. Een partnerschap aangaat hier. Naar aanleiding van iets wat toch wel verveling of teleurstelling met zich meegebracht. Wat is de belangrijkste boodschap voor mijn lieve stier? Voor april. Professioneel. De architect. Je hebt alles in eigen hand om je eigen realiteit te creëren. En de datum is 8 maanden. Jouw karmische afkomst is die van architecten. Je bent een ziel met een zeer sterke wortelchakra. En je hebt ook een hele sterke aura. Je gidsen vertellen je dat je voorzichtig moet zijn met jouw vrije wil, omdat de wet van de aantrekking heel sterk voor jou is. Als je negatief bent, worden de blokkades heel erg sterk en groot. Als je positief bent, vallen alle synchroniciteiten heel snel op hun plaats. Je bent een ziel die een echte kracht heeft om te scheppen en je levensdoel is om zelf iets te creëren. Je mag zelf kiezen in welk domein dat je dit doet, maar je bent gemaakt om te scheppen. Je bent er ondanks een moeilijke jeugd in geslaagd om grote veerkracht op te bouwen. Je ontplooiing is verbonden met het feit dat je de dingen volledig zelfstandig doet. Het is essentieel voor je ziel en voor de energie. Je kan het moeilijk vinden om te delegeren. Hier doe je veel alleen. Twijfel vooral niet aan je innerlijke schoonheid en je innerlijke kracht. Je bent tot grootste dingen in staat als je vertrouwen in jezelf hebt. Je kan vooruitkomen door in jezelf en in je projecten te geloven. En ik heb hier inderdaad een klein beetje een onzekerheid. Misschien is het dat je je daardoor inderdaad laat adviseren. De hoogpriester kan een therapeut zijn die we in de hand slaan. Maar door we iets overwinnen hier. Iets zwaars en vermoeiends. Maar dit kan voor mijn gevoel ook wel een contract of een partnerschap aangaan. Omdat we toch niet alles alleen willen doen. Dus ja, je dromen najagen. Vol bezieling en passie. Maar we pakken het op een andere manier aan dan wat oorspronkelijk het idee was. Mijn gevoel. We vinden rust doordat we het anders aanpakken. Okay. Even zien. Financieel heb ik dus de dwaas. Een sprong in het onbekende. Losbreken. Tijd voor actie. De gerechtigheid. Financieel verwacht je een officiële uitspraak. Heb ik hier iets heel positiefs. En anders ben jij dit die een akkoord tussen je hoofd en je hart een beslissing neemt. Helderheid. Gerechtigheid. De 9 van pentakels. Onafhankelijkheid verklaren. Zelfstandigheid. Hier pluk je de vruchten van je eigen werk. Je creëert je overvloed alleen. Dus onafhankelijkheid verklarende. Zelfstandigheid. Happy single. En de koningin van zwaar. Ik ga ze niet nemen. De koningin van zwaar. Financieel, dat kan een... Het is iemand die heel kritisch is. Bevooroordeeld, wraakzuchtig. En ik heb hier inderdaad wel een strijd waar we ons van bevrijden. Een conflict. Dus financieel spring je in het onbekende. Wat ik zeg, dat kan absoluut een zelfstandige activiteit zijn hier. Waarbij je concrete stappen maakt. Laat je niet meer weerhouden door in het hoofd te zitten en te denken in doemscenario's. Nee, hier geloof je erin en spring je. Ja. De koningin van zwaarden kan iemand zijn die om advies vraagt. Dus iemand die, ja, heel helder. Ik wil toch even weten, wat is deze koningin van zwaarden? De aas van kelpen. De schildknaap van zwaarden. Voor sommigen, als je inderdaad je onafhankelijkheid verklaart,
Stel, je bent ongelukkig in de liefde en je neemt hier een officiële beslissing. Kan het zijn dat de ex-partner hier... Voor mij is dat vaak de ex. Of de boze stiefmoeder. Of dit is een beetje zo de bitch van de tarot als ze ondersteboven komt. Dus het kan zijn dat er... Oh, ja, ik heb hier een pril nieuw begin in de liefde. Maar het vloeit niet helemaal. Misschien door energieën van buitenaf. Die dat een beetje verstoren. Die een beetje voor een strijd zorgen. Ja, ik heb hier wel inderdaad met de keizerin. En de 10 van kelken. Dat kan spreken over een scheiding. Of een ex-partner. De moeder van de kinderen. Die nog een beetje dwars zit. Ten opzichte van mijn kinderen. En dat drukt hier een beetje op dat nieuw begin. En toch, halleluja. We werken er hard aan. We maken plannen naar de toekomst. Het is een soulmate connectie hier. En dit hebben we gemanifesteerd. Dus ja, voor sommigen is het een officiële uitspraak. Van een scheiding. Waarin de persoon tegenover jou een beetje moeilijk doet. Een beetje kritisch is. Niet blij. Soms krijg ik vaak zuchtig bij deze. Maar... Ik heb een sprong in het onbekende, maar het is precies alsof niet iedereen het ermee eens is. Niet iedereen vindt dit een goed idee of zo. Wat er een klein beetje dit begin, deze sprong, onderdrukt. Een beetje, maar desalniettemin, een mooie sprong in het onbekende. Gerechtigheid, rechtvaardigheid, weegschaal, balans. Stier heb ik hier nog meer. En ram. Oké. Ik verklaar dan de liefde, het nieuwe begin vol bezieling en passie, of nieuwe vitaliteit en nieuwe aantrekking, hernieuwde passie binnen een connectie. De ridder van pentakels, de schildknaap van pentakels, de 8 van pentakels en de koningin. Ik heb hier bijna een half gezin. Ik mis alleen nog de koning. Dus hier werken we hard aan de passie weer te doen oplaaien binnen een connectie. Dat kan. Als het even all work, no play is geweest. God, er kan ook wel iemand zijn die zich gewoon volledig op het werk stort, want ongelukkig in de liefde. En via het werk iemand leert kennen, dat kan. We werken hier hard. De koningin van pentakels hier ondersteboven is iemand die zich financieel afhankelijk durft op te stellen. Voor mij een moederfiguur. In ieder geval heel liefdevol en gevend. Hier geeft ze wel wat veel. Ten koste van zichzelf. De schildknaap van pentakels kan dan weer een kind zijn. Dus ik heb hier een overbezorgde moeder. En een prilnieuw begin in kinderlijke energie. Leergierig, nieuwsgierig. En de ridder van pentakels. Een heel onpraktisch en... eigenwijs koppig. Kan zijn dat er een bepaald leeftijdsverschil is hier. De wereld. Dus ja, voor sommigen proberen we hier nog te werken aan een partnerschap om de energie en de passie weer te doen oplaaien. Dat kan zijn door een cursus of een workshop samen te doen. maar we investeren hier tijd en energie binnen een connectie. Dus ik heb hier iemand die financieel zich afhankelijk opstelt of die het heel belangrijk vindt wat ze heeft opgebouwd en dat niet zomaar los wilt laten. Ergens toch nog wel aan wilt werken. Die ridder van pentakels, want het is meestal voor mij is dat stierenergie, maar het is meestal een boodschapper van goed nieuws. Langzaam, die heeft heel lang over gedaan om tot jou te komen. Deze is ook nog eens koppig. Deze ridder, ja, ik heb hier een nieuw begin voor bezinning en passie aantrekking, dus dat kan iets anders zijn.
Dus zitten wij ongelukkig in een connectie waar we een beetje vast zitten, kinderen, of met het werk gelinkt, heb ik hier inderdaad een nieuw begin, gepassioneerd nieuw begin. Een beetje een naïef nieuw begin. Met de drie van pentakels, ja, via het werk kan het, via een cursus, via een workshop, via... Dit is een partnerschap, een samenwerkingsverband dat hier wordt aangegaan. Ja, wat ik zeg, voor sommigen laten we ons echt helpen. Of ondernemen we dingen samen om de passie te doen herleiden. Er is heling dat plaatsvindt. Er is iemand die zich hier wat terugtrekt. Vakantie neemt, tijd voor zichzelf neemt. En de vier van staven. Er is versterking, er is hier iets te vieren. Een steuntje in de rug, je staat er niet alleen voor. Je zoekt hulp alvorens een sprong te wagen hier. Je laat je adviseren, je laat je ondersteunen. Om een nieuwe stabiliteit te creëren of een hernieuwde passie te... Ja, ik weet niet waarom, maar ik kreeg dus de hele tijd van een cursus Kamasutra aan toen. Om de passie te doen herlaaien, dat kan. Wat heel veel heling en rust met zich meebrengt, een nieuwe stabiliteit. Voor anderen heb ik dan weer, we zijn ongelukkig in een situatie en er komt op dat moment iets nieuws binnen, wat wel vol bezieling en dat kan via het werk zijn. Zoiets, ja. Waardoor de situatie een klein beetje... je onzeker maakt. Bang dat het naïef is, dat het onrealistisch is, dat... In de liefde. Blijf optimistisch over je liefdesleven. Positief denken en vertrouwen hebben zal de romantiek naar je toe brengen. Deze heeft ongeveer iedereen. Aantrekking. Deze ook. Je trekt romantische liefde aan door in het huidige moment te genieten. In het hier en nu te zijn. Door het huidige moment volledig in je op te nemen en te genieten ervan. Dan straal je dat uit en dan trek je hele mooie dingen aan. Let op rode vlaggen. Er zijn tekenen die je waarschuwen. En deze zouden ware kunnen zijn. De romantische partner die je zoekt, heb je al ontmoet. Ken je al. Dus ja, of we werken aan een partnerschap. Om daar de energie, de passie weer te doen oplaaien. Door middel van samen dingen te doen. Tijd te investeren. Hulp te zoeken. Maar de hoogpriester had ik al hier twee keer. Nee, één keer. Dus ik kon dan niet meer vallen. Anders zou ik zeggen... Een relatietherapeut. Elkaar beter leren kennen. Als je elkaars diepste zelf laat zien, wordt de band sterker. Elkaar beter leren kennen. Heb je zelf eerst liefde, dan zelfliefde en zelfrespect, maak je romantisch nog aantrekkelijker. Hier heb ik een beetje die onzekerheid erover. En vlicht. Wees speels. Vlicht. Om de passie te doen heroplaaien. Wat is het advies voor mijn lieve stier? De aas van staven. Het is tijd om in actie te komen. Wees onbevreesd en jaag vol goede moed je grootste dromen na. Geweldige carrière mogelijkheden. Ik heb nieuwe dromen, nieuwe mogelijkheden. Nieuwe contracten. Dat voelt als een overwinning. De tien van kelken. Emotioneel vervullend leven met familie en vrienden. Kinderen liefdevol en verstandig grootbrengen. Mensen die je kunt vertrouwen. De tien van kelken is geluk na moeilijke tijden samen. Hier heb ik hier iets dat niet zo gelukkig voelt. Dus of we werken eraan. Dat gevoel krijg ik hier wel mee. Het kan zijn dat ze inderdaad heel veel... of dat we hulp vragen om... ik heb hier een leergierig, nieuwsgierig kind... Dat ons laten adviseren over welke richting
deze een opleiding of werk moet gaan doen, volgen. Oké. En de dromer. Omhels je ware lotsbestemming. Begin een nieuw avontuur en heb vertrouwen in jezelf. Je bent de architect van je eigen leven. Dus manifesteer en droom. Een hele nieuwe wereld. Dromer is de dwaas. En die had ik hier inderdaad financieel. Een sprong in het onbekende. Omhels je ware lotsbestemming. Je doet dat hier. En maak concrete plannen naar de toekomst. Dus heb vertrouwen in jezelf. En spring. Wat mag ik weten nog? Wat timing? Nee. Jouw commitment wordt op de proef gesteld. Ja, professioneel wat ik zeg. Ik had dan hier een soort van teleurstelling. Het wordt op de proef gesteld. Er zijn mensen die een beetje dwarsbomen hier. Maar dat wordt hier wel overwonnen. Dat wordt hier wel overwonnen. En in de liefde, ja, dat wordt ook op de proef gesteld. Verwacht krachtige veranderingen. Nieuwe maan eclipse. En die hebben wij 21 april. Dus verwacht krachtige veranderingen. Nou ja, ik heb heel veel azen. Of heel veel azen. Nieuwe beginnen. Energie. April. Doet wat hij wil. Dat is de laatste boodschap over mijn lieve stier. Een zuil van licht. Je vibratie wordt groter. Je bent het orakel. Je vibratie wordt groter. Je bent aan het... een bepaalde... Jezelf aan het overstijgen. Een nieuwe... op een nieuwe manier aan het vibreren. Je bent het orakel. Je hebt heel veel wijsheid hier. Wat hebben we nog? Licht geven, een basis leggen, het goddelijk plan. En naar huis verlangen, erbij horen lichtwerkers. Hele spirituele stieren hier, die licht geven. En daar wellicht dat moeten gaan delen, willen gaan delen. Het is goddelijk geleid. Je wordt ondersteund hier. Jij bent het orakel, mijn lieve stier. Ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou persoonlijk resoneert. Dus laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik wens je een magische maand april. Vol sprongen in het onbekende en vol bezieling en passie. Overwinning. Van strijden. Balans vinden. En hard werken naar een connectie, een commitment dat constructief is naar de toekomst. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.